ga gelijk beginnen. Welkom allemaal, beste kijker. Samengevoegde serie gaan we gelijk mee beginnen. Met een baan 2 Niobe, een baan 3 Femke en een baan 5 Simon. En we zijn dus begonnen en u ziet het, we houden alles in één beeld voor u. En dat is voor de kijker natuurlijk veel erg prettiger. En dus zijn we gestart met deze onderlinge wedstrijd van de leden van Aqua Novio. Welkom beste kijker hier 31 oktober live vanuit het Erika Terpstra Sportfondsenbad. Fijn dat u er weer bent. Gaat u er rustig voor zitten. Pak een kopje koffie, kopje thee. Een lekker bakje chips of een lekker paar nootjes. We gaan er weer een leuke middag van maken. Niet alleen voor de zwemmers, ook voor u. Dus continu in de banen 2, 3, 4 en 5 wordt er gezwommen. U ziet dat dat dus in één beeld wordt weergegeven. En dat is voor u een stukje kijkersgemak. En dat kan dus vandaag ook omdat dus de banen 7 en 8 leeg blijven. In baan 2 nogmaals Niobe, in baan 3 Femke en in baan 5 Simon. En zowel in baan 2 en 3 als in baan 5 400 meter vrije slag. En dat had u waarschijnlijk al gezien aan de zwemtechniek die er wordt toegepast door deze drie zwemmers. Ik hoop dat u het beeld voldoende goed vindt en ook het geluid dat deze keren stukken beter is om naar te luisteren. En daar gaan we het in ieder geval vandaag mee doen op deze manier. En u ziet dat Niobe een voorsprong heeft op Femke. En Femke en Simon eigenlijk heel kort bij elkaar zwemmen. En voor de volledigheid, de gehele wedstrijd wordt natuurlijk volgens de corona-richtlijnen, maatregelen en het protocol van het KNZB landelijk en regionaal Oost natuurlijk gevolgd. Alles in samenspraak met ook het Sportfondsenbad. Om zo alles binnen de lijntjes keurig netjes in te kleuren. Prachtige samenwerking tussen Aqua Novio en de landelijke Koninklijke Nederlandse Zwembond. En natuurlijk het zwembad zelf. Mag gezegd worden. Chapeau, applaus vanaf u thuis op de tribune. We gaan eens kijken hoe hier de finish zometeen ingezet gaat worden. Door Niobe, door Femke en door Simon. En na dit programma gaan we verder met programma nummer 1. En dat is de dames 50 meter rug. En in de eerste serie Tara en Morgan. En wat is het makkelijk om niet alle verenigingen bij naam te hoeven noemen. Een onderlinge wedstrijd betekent natuurlijk dat alle leden van Aqua Novio zijn.
Daar gaat Niobe alweer op haar terugweg. En Simon en Femke gaan naar hun keerpunt toe. Die blijven kort bij elkaar. Niobe op een halve baanlengte voorsprong. En daar zijn ze binnen, keurig. Ja. En daarmee is de aftrap voor vandaag gedaan. De start van de onderlinge wedstrijd is geweest. En dus programma nummer 1, serie 1, Tara en Morgan. Voor de 50 meter rugslag. De banen 3 en 4 zijn gevuld. En ook zij zijn gestart. Daar gaan we dan. De 50 meter rugslag. Dus Tara die een snellere start heeft dan Morgan. We gaan dus naar dat keerpunt toe. Het eerste keerpunt voor een dag voor ze. En allebei op de terugweg voor die laatste 25 meter rug. Nog 12,5 meter Tara. Kom op Morgan. Ook nu 12,5 meter. En we gaan naar de finish. Waar dus Tara als eerste zal gaan klokken. Kort daarachter ook Morgan gevolgd op een lichaamslengte. En Tara is binnen. En datzelfde geldt nu ook voor Morgan. Dan gaan we dus vandoor met de tweede serie. Daarin drie zwemmers. Amara, Eline en Fine. Dus baan 2 Amara, dan baan 3 Eline en baan 4 Fine. En ook hier gaan deze drie zwemmers van start aan hun eerste wedstrijd van de dag. Een goede start in baan 3. Van Eline. En daar gaan ze naar het keerpunt. Bijna gelijk Eline en Fine. Korte voorsprong. Met daar kort Amara weer achter. Hup, naar de laatste paar meters. Het is baan 3. Eline die dus een voorsprong heeft op Fine. Op naar de finish. Toch nog een eindschot van Fine. Baan 3 tikt aan voor baan 4. En daar komt ook nog Amara aan. En ook Amara is binnen. Dan gaan we 50 meter rugslag. Naar Kian, Sammy en Tim. 50 meter rugslag. Banen 2, 3 en 4. En Kian is ook wakker geworden en gaat naar zijn startblok toe. Kian is in baan 2. Sammy in baan 3. Tim in baan 4. 50 meter rugslag.
En daar gaan ook deze jongens van start. In baan 3 en 4 trekken snel op. Dat zijn Sammy en Tim. Maar Tim toch een voorsprong lijkt te hebben bij het eerste keerpunt. We gaan het nu zien. Of is het toch Sammy? Ja, het is nagenoeg gelijk. Maar ze gaan dus de laatste 25 meter in. Terwijl ook Kian zijn keerpunt heeft ingezet. Het is Sammy die een halve lengte voorsprong heeft op Tim. En daarachter zit Kian ook nog. Het is Sammy die hier als eerste gaat aantikken op deze 15 rug. Met daarachter kort Tim. En dan gaat Sammy nu nog zijn laatste 10 meter in. Zet hem op, Sammy. Kian bedoel ik, excuus. Kom op, Kian. Laatste paar meters. Palen halen. En ook Kian is hiermee binnen. Gaan we door met het volgende programma. Met de volgende serie. Daarin Joris, Therese, Sofian en Kai. Ook zij zwemmen de 50 meter rug. Kleine aanpassing aan de microfoon om het een stuk gemakkelijker voor mij te maken. Kan allemaal, doen we ook gewoon. Met dus in het water, Joris, Therese, Sofian en Kai. En daar gaan deze vier mannen van start. De banen 2, 3, 4 en 5. Goed weg allemaal. Die keert er als eerste. Het is in baan 3, denk ik. Therese die als eerste keert. Een goed keerpunt van Sofian, die er dan weer van tussen gaat. Sofian, Therese en Kai. En kort daarachter nog Joris. Het is baan 3 die als eerste aantikt. Dan baan 2, dan baan 4. En hier in baan 5 komt Kai ook nog aan. En ja hoor, ook Kai binnen. Keurig. Gaan we door naar programma 3. 100 meter school. Isa, Roan en Sophie. In deze, op dit programma, 3 series, waarvan dit dus serie 1 met Isa, Roan en Sophie. 100 meter school. En daar gaan ze. Een goede start in baan 3 van Roan. Heeft dan gelijk een kleine voorsprong. Maar het is 100 meter, hè? Dus 4 keer 25 meter die ze af moeten leggen. En op naar het eerste keerpunt hier dus. Roan op een voorsprong in baan 3. Met daarachter Isa en Sophie. Het is in baan 2 Isa die een goed keerpunt maakt en dichter op Roan afkomt. En daar weer kort achter Sophie. Alles is nog open na deze eerste 40 meter. Nou, het is Roan die wederom als eerste gaat keren, maar trekt naar elkaar toe. En zo kunnen ze dus ook aan elkaar optrekken om zo een goede tijd neer te zetten op de al op zich zijnde goede prestatie. En daar gaan we dan. De laatste meters. Roan in baan. Leek even een probleem met de verbinding te zijn. Daarom was ik heel even
aan het checken of alles goed was. Maar gelukkig is alles goed. U heeft gelukkig de zwemmers ook zien finishen. Sorry van het afsluitend commentaar dat ontbrak. Maar we gaan dus verder met serie 3 van 3. Mees, Louise en Leonor. En daar zijn ook deze drie dames gestart aan hun eerste programma van de dag. En deze zijn ook alweer gekeerd. En het is Louise die een goede voorsprong heeft op haar twee medezwemsters, Mees en Leonor. En die gaat naar haar 50 meter punt toe, gaat ze keren. Met ongeveer anderhalve lichaam voorsprong Louise op Mees en Leonor. Dus we gaan dus de laatste 50 meter in. Van deze 100 meter school. En de wedstrijdleiding heeft er een hoog tempo in. Dus het is voor mij af en toe schakelen om tussen de wedstrijden alvast het volgende nummer aan te kondigen. Zodat elk kind haar naam en haar race kan terugzien. Of zijn race of zijn naam kan terughoren. En het wordt hier nog tempo goed opgevoerd door Louise. En die dus nu gaat finishen. En dan is het Leonor die als volgende gaat aantikken. Met daar weer kort achter Mees. En dan maken we ons op voor programma nummer 4 bij de Heren 100 meter school. Twee series met in beide series vier zwemmers. We hebben dus de namen Effe, Jalani, Mink en Sam in deze eerste serie. Banen 2, 3, 4 en 5. Wederom 100 meter school. Een herstart van deze wedstrijd gedaan. Effe, Jelani, Mink en Sam gaan deze wedstrijd opnieuw starten. Daar gaan ze dan. Nieuw de focus. De jongens gaan zich herpakken voor hun tweede start van die 100 meter school. Effe, Jelani, Mink en Sam. Oké, daar gaan we weer. En daar zijn ze weg. Effe, Jelani, Mink en Sam voor hun 100 meter school. Goede start van de banen 2 en 3. Jelani en Mink, 3 en 4 bedoel ik uiteraard. Maar ook in de banen 2, Effe en Sam trekken zich op. We gaan hier keren voor de eerste 25 meter. Die zitten er al op. En dan komen ze weer boven water in baan 3. Is het Jelani met een voorsprong. Op Mink en daar weer kort achter Effe en Sam. Het is Mink die probeert terug te kwechten naar Jelani toe. En Jelani gaat als eerste kort keren. Mink zit daar kort achter.
En verkeert vervolgens kort achter Sam, voor Sam. En gaan dus ook door naar hun laatste 50 meter van deze 100 meter school. Waar in de volgende serie Tristan, Gajo, Niels en Malik zullen gaan starten in de banen 2, 3, 4 en 5. En daar gaan ze keren. Wie gaat er als eerste keren? Nagenoeg gelijk, maar het is in baan 3. Jelani nog altijd een voorsprong op Mink. En ook Sam en Effe zijn onderweg naar hun laatste 25 meter. Het is aan Mink om nog even alles uit de kast te halen, maar ook Jelani doet dat. Het wordt nu heel kort, 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 kort. Wie gaat hier aan het kortste eind trekken? Dat wordt een nek-en-nek race. Ik denk dat het onder water zou ik zeggen Mink, maar het zou ook maar zo Jelani kunnen zijn. En ook Sam is binnen. En ook Effe is binnen. Dan gaan we dus door met Tristan, Gajo, Niels en Malik. Ja, dan vraag je je af, zijn Tristan en Gajo familie? Is het een tweeling? Vraag ik mezelf af. Een broedergevecht. Broederliefde in het zwembad. In de banen 2 en 3. Baan 4 blijft overigens leeg. Een goede start van Gajo. Dus Gajo en Malik, die hier kort achter elkaar zitten, maar daar weer kort achter Tristan. Een hoog tempo, alle drie de zwemmers in het bad. Met Gajo die een stukje voorsprong trekt. En waar Tristan en Malik kort bij elkaar zitten. Maar Gajo dus een aantal lengtes voorsprong heeft op zijn medezwemmers in deze wedstrijd. Het is Malik die zich probeert te knokken naast Tristan in baan 2. Het is Gajo die zijn laatste meters in gaat zetten. Heeft nog zo'n 12 meter te gaan. Die is in ieder geval als eerste gaat hij finishen. Dat gaat hij nu doen. En in baan 2 is het dan Tristan die zich Malik van zich af weet te schudden. Tikt aan hier. Malik zijn laatste 3 slagen. En ook Malik is binnen. En gaan we door met programma 103. 50 meter school met Luna, Sarah en Lotte. Banen 2, 3 en 4. En zou u het leuk vinden om een uitdaging aan u te een challenge aan u aan te bieden? Dat doe ik bij deze. Maak een leuke selfie of een filmpje hoe u aan het scherm aan het kijken bent met uw kinderen, opa's en oma's. En stuur hem door op Aquanovio. En daar zijn ze gestart. Stuur hem door en post hem op het Facebookpagina of op Instagram van Aquanovio. En dan blijkt de verbondenheid en de betrokkenheid met de zwemmers alleen maar meer en meer en meer. Dus maak een filmpje of een selfie of een foto van u bij het scherm met uw familie, opa's en oma's, kinderen. En deel die op de social media van Aquanovio. Samen sterk, samen niet alleen. U doet mee. Leuk. Leuke uitdaging. Maar we gaan terug naar Luna, Sarah en Lotte. Voor hun 50 meter school, waar ze er al 25 van op hebben zitten. En het is in baan 3 Sarah die een voorsprong heeft, een kleine voorsprong heeft op Luna, met daar weer kort achter Lotte. En we zien daar nu halverwege, wel bijna naast elkaar nu, de banen 2 en 3, Luna en Sarah. Daar gaan ze, hop, hop, hop. En het is Sarah die nog even aanzet. Maar ook in baan 5 komt Luna gewoon ook, of Lotte ook nog even opzetten. En wie gaat er als eerste aantikken? Het lijkt erop dat het Sarah is voor Luna. En toch komt daar ook nog heel kort in de buurt Lotte. Klasse gedaan, de minioren 3, de jongste minioren. Gaan we verder met Pelle, Elisha, Amira,
En Vladislav. Ook dit weer de 50 meter school van de jongste zwemmers van Aqua Novio, de Minioren 3. Programma nummer 103, serie nummer 2. Baan 2, 3, 4 en 5. Pelle, Elisha, Amira en Vladislav. En na dit programma de 100 meter school. En daar zijn ze gestart, banen 2, 3, 4. En we gaan eens even kijken wie er onderweg zijn. Het zijn Pelle, Elisha, Amira en Vladislav. Het is baan 3, Elisha die een voorsprong heeft op haar andere zwemmers. En ze zijn dus terugweg. Het is een voorsprong in baan 3 voor Elisha. Met daarachter Pelle, Amira en Vladislav. En nogmaals, het zijn onze jongste zwemmers van de vereniging. Dus het is op met die 50 meter school, wat ook een pittige slag is. Gewoon al heel erg knap dat ze die 50 meter goed weten te volbrengen. En in baan 3 komt ze binnen. Elisha als eerste tikt ze aan. En dan is het in baan 2 of in baan 4 Amira of Pelle die hem vervolgens aantikt. En dan is het Vladislav die zijn laatste 5 meter ingaat. Kom op. Hop. Hop. Ja, nog een paar keer de slag. Ja hoor. En ook Vladislav is binnen. Gaan we door naar de 100 meter school met in de eerste serie Maartje, Jente, Suus en Lena. De 100 meter school. En daar zijn ze weg. De banen 2, 3, 4 en 5. 100 meter school. Het is in baan 4 Roos Suus die hier een voorsprong lijkt te nemen op de overige zwemmers. Ja, het is baan 4 die als eerste keert en dat is Suus. Kort daarachter Jente en daar weer achter Maartje en Lena. En de banen 2, 3 en 4 trekken naar elkaar toe met Maartje, Jente en Suus. En ook Lena zit, ondanks haar korte achterstand, maakt ze een puikenslag. Wie komt hier als eerste keren bij het 50 meter punt? Dat lijkt in baan 4 toch Suus te zijn. Ja hoor. Dan wordt daar kort achter gevolgd door Jente in baan 3. En in baan 2 zit daar toch ook weer heel kort achter Maartje. En waar Suus halverwege is op haar terugkeer, gaat Lena nu keren. Hartstikke goed. Kom op, nog 50 meter. Zet hem op. En als het op een geodriehoek ernaast kan kunnen leggen, kan je die perfect leggen tussen banen 4, 3 en 2. Als een rechte lijn zit daar de afstand tussen. Met Suus dus die gaat keren en op de terugweg is voor haar laatste 25 meter. Suus Geerlijks in baan 4 met daar kort achter Jente van Loon in baan 3. Daar weer achter kort Maartje van Berkom. En Lena Gerritsen zit daar weer iets achter. De laatste meters van Suus. Komt ze aan. Laatste 5 meter. Een paar slagen nog. Suus tikt in. Boom. Tjak. Daar komt Jente aan. Ook Jente nu binnen. En dan komt Maartje voor haar laatste paar slagen aan. Die zit daar weer heel kort achter. Ook Maartje is nu keurig binnen. Dan gaan we nog even keurig zitten voor Lena. Ook zij verdient gewoon haar aandacht. En zij gaat nu haar laatste 10 meter in. Kan ik volgens de volgende naam alvast noemen in de volgende serie. Dat zijn Ilse, Roos en Esmee. In baan 3 Roos Schouten. In baan 4 Roos Langenberg. En daar komt ze aan hoor. Lena is ook binnen. Kijk, applaus.
En daar gaan we dan. Iris, Roos, Roos en Esmee. Banen 2, 3, 4 en 5. En daar zijn ze vertrokken voor ook hun eerste wedstrijd. Ilse, Roos, Roos en Esmee. En in een lijntje trekken ze aan elkaar op. Het lijkt dat Esmee als eerste naar het keerpunt toe gaat. We gaan even kijken daarnaar. Ja, het zijn de banen 2, 3 en 4 die kort bij elkaar zitten. Dat zijn dus, of 3, 4 en 5, Roos, Roos en Esmee. Na het keerpunt lijkt Roos Schouten aan de leiding te gaan. Met daar kort daarnaast Esmee. En daar nog heel kort achter Roos Langenberg. Maar kijk eens, ook in baan 2 zit Ilse er gewoon nog heel dichtbij. Een nek en nek race. Het is Esmee die nu iets aanzet, lijkt. Waardoor Roos Schouten op 2 ligt en Roos Langenberg op 3. We gaan het zien bij het keerpunt. Het is Esmee die keert voor Roos en Roos. Op naar de laatste 50 meter. En ook Ilse is gekeerd. Dan gaan we dus op voor de laatste 50 meter school. En daar zet Roos Schouten op. Die trekt nu een eindsprintje in. En die gaat nu aan de leiding. En daar kort achter Esmee en daar weer kort achter Roos Langenberg. Eens kijken of ook deze drie dames een spannende strijd ervan kunnen maken. Kunnen zich aan elkaar optrekken. Het is Roos Schouten die als eerste gaat keren. Ja, het is Roos Schouten die als eerste gekeerd is. En daar leggen Roos Langenberg en Esmee Schaap naast elkaar in het zwembad. Roos Schouten heeft haar eindsprint ingezet. En datzelfde geldt ook voor Roos Langenberg. En kort daar weer achter Esmee. En daar nog achter komt ook nog Ilse aardig dicht in de buurt. En we gaan zeggen dat Roos Schouten hier als eerste gaat finishen in baan 3. Dan komt Roos Langenberg en daar weer kort achter Esmee. En dan is het nog heel even wachten voor een paar slagen. En dan is ook Ilse binnen. Tjaka, mooi hoor. Allemaal gefinished. Keurig. Gaan we door naar de jongens 100 meter school. Dan hebben we Ruud, Omar, Max en Berkie. Is één serie dus van programma nummer 6. En we gaan dus wederom een herstart plaatsvinden. Er gaat wederom een herstart plaatsvinden. Voor deze serie de 100 meter school met Ruud, Omar, Max en Berkie. En daar zijn deze vier zwemmers gestart. Dus Ruud, Omar, Max en Berkie. Test, 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 test. Test, 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 test. Hallo, hallo, hallo. Ja, je kunt mij nog altijd verstaan, toch? Jazeker. Daar zijn ze dan. In de banen 2, 3, 4 en 5. Al snel aan de overkant. Baan 2, Ruud die er als een razende zwemmer vandoor gaat met daar kort achter in baan 5, Berkie. En daar weer achter in de banen 3 en 4,
Omar en Max. Ik heb het idee dat af en toe het geluid lijkt weg te vallen als ik ineens weer begin te praten. Ik weet niet of je dat thuis ook merkt, excuus daarvoor. Ik denk toch dat het met de warmte en de vochtige omstandigheden waarin deze apparatuur blootgesteld wordt te maken heeft. Het is weer bloedje heet hier in het Erika Terpstra Sportfondsenbad. Maar nog altijd in baan 5 Berkie, die dus de leiding heeft overgenomen van Ruud. En daar nog achter Max en Omar. Berkie en Ruud die van positie gewisseld hebben voor hun laatste 25 meter. En ook Omar en Max gaan daar nu naartoe. Chapeau. Ja, het is baan 5 die nu weer op komt zetten. Het is Berkie die hier als eerste gaat finishen. In baan 5. Chapeau. Daar is Ruud. En dan is het Max of Omar. Wie gaat er als eerste aantikken? Kort bij elkaar. Laatste paar slagen. Het lijkt dan toch in baan 4 Max te gaan worden die voor Omar binnenkomt. Klok. Ja hoor, daar zijn ze. En dan gaan we door met programma nummer 7. De 200 wissel. Met Lopke en Eva. Lopke Arts en Eva Langenberg. 200 meter wissel. 50 keer school, 50 meter vrije slag, 50 meter vlinder en 50 meter rug. Daar zijn deze dames gestart voor hun 200 meter wissel. Twee totaal verschillende tijden, maar we gaan eens kijken hoe ze dit tegen elkaar op kunnen gaan nemen. Met dus alle zwemslagen die de zwemstort bestaat in dit programma opgenomen. Met hier dus de vlinderslag als eerste. Ja, het is Lopke die een aantal meters voorsprong neemt op haar jongere tegenstander Eva. Maar Lopke dus gekeerd is en naar haar rugslag is omgegaan. En daar komt ook Eva nu naartoe. Ja hoor, daar is ze. En dat betekent dat Lopke ondertussen alweer bijna aan de overkant is voor haar eerste deel van haar rug. Dat zijn ook van die momenten dat ook ik als reporter scherp moet blijven. Daar passeren ze elkaar. Lopke voor haar laatste 12 meter rug. Die dus nu op weg gaat naar haar schoolkeerpunt. Eva gaat nu keren voor haar laatste 25 meter rug. En daar is Lopke gestart. Eva gaat nu ook keren om haar schoolslag in te zetten. Hop hop, daar gaat ze. En keerden ze, zagen ze elkaar net ongeveer halverwege. Heeft Lopke toch iets meer voorsprong genomen. Nogmaals op haar jongere tegenstander Eva. Lopke gaat nu naar haar vrije slag. En Eva is drukdoende met haar schoolslag. Gaat nu keren. En wellicht dat ze zometeen nog een motivatie kan krijgen om een standje harder te gaan, Eva. Terwijl ze waarschijnlijk al heel erg hard aan het zwemmen is. Als Lopke misschien zometeen langzij komt met haar vrije slag. Is dan altijd toch ook te hopen dat de zwemmers scherp zijn. Dat ze niet stoppen, maar ook zelf nog doorgaan als ze ingehaald worden. Maar dat zal Eva toch zeker wel weten dat ze zometeen nog haar 50 meter vrij moet doen. Daar komen ze naar elkaar. Daar komt Lopke aan voor haar finish in ieder geval.
Lopke is binnen. Eva gaat nu door naar haar vrije slag. Heel goed. Goed dat ze is gekeerd. Ah, Eva, en die gaat nu naar haar laatste 25 meter toe. Het keerpunt maakt ze nu. Kom op, hop, 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 hop. Zet haar sprint erop. Hierna na deze serie komen er twee zusjes in de baan. De zusjes van Dongen, Anouk en Kim. In baan 2 en 4 en in baan 3, Tara Jansen. Ook zij, die 200 meter wisselslag. En daar is Eva binnen. Chapeau, 200 wisselslag genoteerd. Hadden we toen straks een broedertwist in het bad. Een broederliefde. Hebben we dus nu zusterliefde. Daar zijn deze drie zwemsters van start. 200 meter school. Hierna gaan we dus naar de 200 wissel, excuus. Dus hier Kim van Dongen die als eerste lijkt te keren. Even kijken naar de onderwaterfase, wie nu boven water komt. Ja, dat is Kim. Dus in een lijntje Kim, Tera en Anouk. Kort bij elkaar. Vlinderslag dus voor Kim. Nu gaan we kijken op de rugslag. En vraagt hij zich af met betrekking tot de camera. Ja, we zoeken nog altijd een sponsor voor de camera. De camera die we op dit moment gebruik maken van is geleend van DJ Oker. Ja, zoek hem maar eens op YouTube, op Spotify. Zijn materialen maken we op dit moment eventjes gebruik van. Maar de dames zijn ondertussen alweer bijna terug voor hun 50 rug. Het is nog altijd Kim en Tera die kort bij elkaar zitten. En daar toch weer kort achter Anouk. En dan nu de school. Nou, het lijkt dat Tera met de schoolslag de eerste 25 meter dichterbij komt. Ze neemt zelfs een kleine voorsprong op Kim nu. En Anouk zit daar weer nog altijd op het vinkentouw heel dicht in de buurt. Maar wie gaat het toch als eerste keren? Is het dan toch nog Kim die als eerste keert? Nou, we gaan het nu zien. Wie komt er als eerste boven voor die 50 meter vrij? Het is Tera die voorlegt. Wie gaat hier winnen? Op plek 3 in ieder geval Anouk. Dat lijkt op dit moment zeker. Maar wie komt er nu als eerste binnen tussen de wedstrijd? Tussen Kim en Tiara? Ja, het is, of Tera, excuus. Het is Tera die hier aan het kortste eind lijkt te trekken tegenover van Kim. Baan 3 Tera, baan 4 Kim en in baan 2 Anouk. En daar zijn deze toppers binnen. Gaan we door met programma nummer 8. 200 wissel wederom met Varian en Noah in het bad. Banen 3 en 4.
En daar zijn ze dus onderweg. Kvarien en Noah. Banen 3 en 4. Noah start uitstekend. Met zijn eerste 50 meter vlinder. Ja, daar gaat Kvarien. Bij de zwemmers nog geen officiële genoteerde tijd. Dus die komt er vandaag zeker als ze binnen de lijntjes zwemmen. En de jury dat natuurlijk ook allemaal goedkeurt. En Noah neemt hier toch al een halve lengte voorsprong van dit onderdeel op. Op die 50 meter rug die hij nu aan het zwemmen is. Pakt hij dus 25 meter voorsprong op Kvarien. Maar dit is een wedstrijd op zich voor elkaar. Allebei gewoon lekker een tijd neerzetten. Dat doen ze goed. Dus Noah die dus hier op weg is naar zijn keerpunt. Gaat dus hierna de schoolslag voortzetten. Daar komt hij aan. Ja, wacht even. En daar gaat Noah. Hij heeft zijn 25 meter school erop zitten. En Kvarien is er net aan begonnen. Daar zijn ze. Noah is weer op zijn keerpunt en gaat nu de 50 vrije slag inzetten. Zijn laatste onderdeel. En komt dus weer halverwege Kvarien. Het is een Kvarien dus ook nu weer om scherp te blijven. Net zoals in die wedstrijd van Eva. Dat hij zijn wedstrijd gewoon zelf moet voortzetten. Focus op zijn eigen wedstrijd. Terwijl Noah alweer gaat keren. Gaat zijn laatste 25 meter in. Daar komt hij aan, Noah. Noah heeft hem binnen. En na deze serie, als zometeen Kvarien ook zijn wedstrijd heeft afgesloten, krijgen we even Mick en Wessel in het bad. Daar komt hij aan, zijn laatste 5 meter voor Kvarien. Hartstikke mooi, ook zijn 220ste slag is binnen. Chapeau. Banen 2 even, baan 3 Mick en baan 4 dus Wessel. Safety first ziet u, hè? Daar staan ze klaar. Even Mick en Wessel. Ja, als een waterrad gaat hij er vandoor in baan 3, Mick. Dus Mick die zijn eerste 50 meter al erop heeft zitten, die gaat keren. Effe en Wessel zijn ook al op de terugweg halverwege. Het is dus op dit moment weer een wedstrijd tussen Wessel en Effe die zich aan elkaar op kunnen trekken. En Mick moet zijn eigen wedstrijd zwemmen. Hij heeft dus zijn focus en energie volledig nodig. Wat ook voor de andere zwemmers natuurlijk geldt. En daar gaan ze elkaar kruisen. De 50 meter rug. Mick heeft hem er bijna op zitten. Gaat dan op naar de school. 50 school.
Dus Everdies die een voorsprong neemt op Wessel. Maar dat zit nog echt dicht bij elkaar. Dat kan dus met die school en die vrije slag nog alle kanten op. Het is Mick die nu teruggaat voor zijn schoolslag de laatste 25 meter. Daar komt Mick alweer aan. Gaat nu zijn laatste 50 meter vrij in. Ja, en F en Wessel maken er een leuke wedstrijd van met elkaar. En daar gaat Mick, zijn laatste paar meters. Ziet ook de coach aanwijzingen. Hij geeft gas, 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 gas. Daar komt hij aan. Mick is hiermee binnen. Chap, tikt aan. En dan hebben we Effe en Wessel nog altijd. Die gaan zometeen ook hun, volgens mij denk ik wel hun favoriete onderdeel in. Die 50 meter vrij. Het is Effe die een voorsprong neemt op Wessel. Hè. Die heeft toch wel iets weggezwommen bij Wessel. Maar laat ze nu dat eindsprint maar inzetten allebei. Daar gaat die Wessel. Zet nog eventjes lekker alles op alles. En komt daarmee wel een stukje dichter bij Effe. En dan kan het nog wel eens een hele spannende slotfase worden van deze wedstrijd tussen Effe en Wessel. Een kleine 4-5 meter verschil nog. Houdt Effe het vol? Ik denk dat hij het gaat volhouden. Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd van. Het is in baan 2 Effe dus die gaat finishen voor Wessel. En met het finishen van Wessel gaan we door met het volgende programma. 50 meter school bij de dames. Dan hebben we Elke, Dion en Alexandra. Daar gaan ze. Elke, Dion en Alexandra. 50 meter school. En dat gaat snel. Dat gaat heel snel naar de overkant. Nagelijk, baan 3 en 4. Dion en Alexandra. Met daar weer achter Elke. Die zojuist haar broer ook zag zwemmen. Maar het is hier, ja, dit wordt een onderwatergevecht. Wie gaat er als eerste aantikken? Is dat Dion of Alexandra? Ik zet mijn geld op Dion en dan Alexandra. Maar ik kan ernaast zitten. Ik ben de commentator en niet de jury. En het draait om de jury. En daar is ook Elke binnen keurig. Gaan we door. 50 meter school. Heren, Kian, Tim en Jelani. Ja, gaat u er maar eens voor zitten. En, kan ik het zeggen, een eer om hem aan te mogen kondigen. Tim Korstanje in baan 3. Maar niks ten nadele van Jan en Jelani natuurlijk. En daar zijn ze weg. Kijk eens wat een geweld er in het water terechtkomt. Nou, dit is alleen maar positief om dit te mogen zien, hè. Hier kunnen zwemmers zich aan optrekken van oké, dit wil ik later bereiken. Zo wil ik het later ook doen. Hartstikke mooi om te zien. Tim, daar is hij al. Gaat naar zijn laatste slagen toe. Nog 4 keer 1, 2, 3. Nou, het is zelfs 3. Hartstikke mooi. Tim binnen. Gaan we kijken naar Kian en Jelani. Het is Jelani die als eerste eraan gaat komen. Daar komt hij aan. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi om naast zo'n grote voorbeeld, denk ik, voor veel zwemmers te mogen zwemmen. Jelani binnen. En daar komt ook Kian aan. Gaat zijn laatste 10 meter in. En voordat Kian zo met de finish kondigt, ik alvast programma nummer 11 aan.
Meisjes 50 meter vlinder met in serie 1 Roos, Langeberg, Maatje en Vee. En daar is ook Kian zijn laatste slagen gemaakt en is ook binnen. Keurig gedaan. Vlinder. En daar zijn deze drie jonge zwemmers weg. Roos, Maatje en Vee. Het is een baan 4 Vee die een voorsprong lijkt te nemen. Maar het is in baan 3 toch ook Maatje die nog heel dichtbij komt. We gaan even kijken naar het keerpunt. En dan lijkt Maatje als eerste te keren. Ja hoor, Maatje vlak gevolgd door Roos en Vee. Een spannende wedstrijd zo. En in het volgende nummer, wat ook de 50 meter vlinder zal zijn, zitten Ilse, Eva en Esmee. Ook zij doen de 50 meter vlinder. Maar kijk eens even naar de finish. Het is in baan 3 Maatje die wegloopt, heel wegloopt bij Vee en bij Roos. Ik zeg Maatje voor Vee en voor Roos. Heel dicht bij elkaar. Knap gedaan, meiden. Nogmaals 50 meter vlinder, banen 2, 3 en 4, gevuld door Ilse, Eva en Esmee. En daar zijn de dames vertrokken voor de 50 vlinder. Het is Eva die een korte voorsprong neemt op Esmee en Ilse. Veel gespetter in het water. Hartstikke mooi om te zien. Het is Eva die als eerste keert voor Esmee en dan Ilse. En wie komt er dan als eerste boven water? Dat is Eva als eerste en het is Ilse en Esmee die nek en nek zitten. Maar Eva stuitert er vandoor. Waarna Ilse een kort voorsprongje neemt op Esmee. We lijken in ieder geval Eva als hier als winnaar in deze race. En dan gaat het nog tussen Esmee en Ilse. En dan lijkt Esmee dichterbij te komen. Nou, het zal Esmee zijn die voor Ilse finisht. Dus Eva, Esmee, Ilse. Gaan we door. 200 meter vlinder. 200 meter vlinder. U hoort het goed. Kai en Tim, één serie. Programma nummer 14. Daar zijn ze gestart, Kai en Tim. Kai zet hier de 50 meter vlinder als eerste. Met daar weer enkele meters achter zit Tim. Die ook nu gaat keren. De eerste 50 meter vlinder zitten erop. Nog maar liefst 150 te gaan. Hè. Dit moet de armspieren toch wel pijn doen. Daar moet op getraind worden. En dat doen deze jongens ook. Thank you.
En daar gaan ze weer. 100 meter op de teller. Wat is dit toch een prestatie aan zich, hè? 200 meter vlinder. De Sky die zijn laatste keerpunt bij het finishblok heeft gehad. Tim gaat daar nu naartoe. 150 al in de armen en in de benen. Geef mij alvast de ruimte om het volgende nummer aan te kondigen. 100 meter rugslag. Is knap gedaan hoor. 200 meter zitten erop. Kan je eens binnen. We wachten nog even op Tim. En dan gaan we zo meteen door met de 100 meter rug voor dames. Programma nummer 15. Serie 1, banen 2, 3, 4 en 5. Rowan, Mila, Tara en Bente. Kom op Tim. Ah, daar is die ook. Knap gedaan jongen. Goed gedaan. Zijn ze vertrokken. 100 meter rugslag met Rowan, Mila, Tara en Bente. Ja, ja, daar zijn ze. Het eerste keerpunt zit er alweer op. Halverwege van die 100 meter rug, 50 meter erop zitten. En dus in baan 3 neemt Mila een voorsprong. Op Tara, Rowan en Bente. Daar komen ze aan. Het is tussen Mila voor Tara en Rowan. En Bente die er nu ook aankomt. Keurig gedaan dames. In de volgende serie zien we terug Femke, Tera, Kim en Amara. Wederom 100 meter rug. Ik zit toch al tegen de pauze aan, mensen. Het is hier bloedje, bloedje heet. Het lijkt me heter dan de vorige wedstrijd. Ik hou even stilte nu voor de start. Oh,
En daar zijn ze Femke, Tera, Kim en Amara gestart. Maar in de pauze ga ik me heel even zelf een beetje afdrogen. Verkoelen. Het is hier bloedje, bloedje heet. Maar ik doe het graag voor jullie. Laat daar geen misverstand over bestaan. Daar gaan ze alweer. Het eerste keerpunt aan de overkant is er alweer op. Baan 3. Tera voor Kim. Kort gevolgd door Femke. En daar weer kort achter Amara. Nou, we gaan dus nu halverwege. Gaan ze keren. Ja, en ik draag bij deze de microfoon over aan Peter de Man. Die kan er ook van alles van. Daar gaat hij als een brandweer. Komt hij aan? Ik ben er even tussenuit, mensen. Nee, dat is natuurlijk een grapje. Dat kan allemaal niet met die anderhalve meter. Dat kunnen we niet doen. Dus u als luisteraar, ik zie Tony de Man ligt in een deuk nu op de bank, zie ik. Maar ja, een grapje tussendoor kan. Maar de finish is daar in baan 3. Tikt aan. Tera voor Kim. En daar is ook Femke. En dan is ook nog de laatste paar slagen van Amara komen eraan. En ook Amara is binnenkeurig gedaan. Probeer een grapje tussendoor te doen, mensen. We gaan dus verder 100 meter rug bij de heren. Programma 16 met in de eerste serie banen 2, 3 en 4 gevuld met Verien, Sammy en Keanu. En daar zijn ze gestart. Verien, Sammy en Keanu. 100 meter rug. En bent u net ingeschakeld, denkt u aan de social media actie. Maak een selfie, foto, filmpje van hoe u er zelf bij zit tijdens deze livestream voor Aquanovio van de onderlinge wedstrijd. Lood hem op de verschillende social media van Aquanovio. En maak kans op een mondkapje van Aquanovio. Ja, ja, daar maakt u kans op. Dat is dus zeker de moeite waard in deze COVID-19 tijd. Doe mee, winnen is erbij zijn is winnen. Daar gaan we, het eerste keerpunt naar 50 meter. Wie, oh wie, aan kop. Het is baan 3. Sammy als eerste, met kort nog gevolgd door Keanu. En daar komt Farien aan, die gaat ook nu naar zijn keerpunt toe. Komt hij op, hop, ja hoor, daar is hij. Zijn laatste 50 meter zijn nu ingegaan. Waar Sammy en Keanu nu hun laatste 25 meter op gaan zoeken. Nek aan nek, wat een strijd. Van wie komt het eindschot? Ja, het lijkt dat Keanu aanzet. Maar wat doet Sammy? Blijft toch die voorsprong houden. Ja hoor. Het is baan 3. Sammy die als eerste gaat aantikken. Of komt daar toch nog Keanu? Het is Sammy voor Keanu. En dan gaan we nog even kijken naar Veren. Daar komt hij aan. Die gaat nu zijn laatste 20 meter in. Geef mij nog wel even de kans om de volgende serie aan te kondigen met Sofian, Therese, Niels en Mick. Ook zij de 100 meter rug. Ja, daar komt Farien aan. Zijn laatste slagen. Hop. 1, 2, 3, 4. Bam. En ook Farien zet hier zijn tijd neer. En daar zijn ze weg. Sofian, Therese, Niels en Mick. Het is in baan 3 Therese die als eerste gaat keren. Maar het zit heel dicht bij elkaar. Ja, heel goed keerpunt in baan 2 en 4. Zitten Sofian en Niels nog altijd heel dichtbij. Maar ook Mick probeert nog aan te pikken. Het is Therese die wederom als eerste gaat keren en nu de laatste 50 meter gaat inzetten. Met daar ook Sofian en Niels nog altijd op het vinkentouw. En ook Mick probeert nog aan te pikken. Die komt nu toch wel in de buurt van Sofian. Het is Therese die alweer keert. Gaat zijn laatste paar meters in.
dat wordt in ieder geval de nummer 1 van deze race. Maar wie wordt de nummer 2? Het is tussen Niels en Sofjan die het gaan bepalen. Het lijkt Niels die nu ineens aanzet. Terwijl Mick nog probeert aan te komen bij Sofjan. We tikken Niels op 2. Sofjan op 3. En daar komt Mick nog heel dichtbij op plek 4. Gaan we verder. 200 vrije slag dames. Alexandra, Eline en Lopke. 1 serie, programma nummer 17. En daar zijn ze weg. Alexandra, Eline en Lopke. Met Alexandra en Lopke tijden die heel dicht bij elkaar liggen. En Eline daar toch weer iets voor. Dus het zou mooi zijn als daar de banen 2 en 4 met Alexandra en Lopke zich aan op kunnen trekken. Zodat ze een mooie PR kunnen zetten. Zoals verwacht, Eline die aan de lijn gaat met daar Lopke toch nog steeds goed achter. En ook Alexandra trekt goed door. En na deze serie gaan we opmaken voor het laatste nummer voor de pauze. Dat is de 200 meter vrijslag bij de heren. Met Wessel, Bjorn en Joris. Ja, gaat u er dan maar weer even voor zitten. Dus Eline die na 100 meter nog altijd aan de leiding gaat. 150 meter. Gevolgd door Lopke en Alexandra. Ja, ik klok helaas niet, dus ik kan heel moeilijk aangeven of er hier PR'en in de pijpleiding zitten. En dan laat ik me nog helemaal buiten het jurygedeelte van de officials. Maar ervan uitgaan dat deze gelouterde dames zich aan de reglementen houden. Komt hier Eline in ieder geval aan. Dan gaat haar laatste 50 meter in. En datzelfde geldt dus nu ook voor Lopke en ook Alexandra die aan gaat zetten. Daar gaat ze. Inbaan 3. Tikt ze. Hier aan. Bam. Eline binnen. En dan komt Alexandra toch nog dicht bij Lopke in de buurt. Zou dan toch de vermoeidheid toe beginnen te slaan op deze 200 meter. Ze blijft er in ieder geval voor. Lopke op de tweede plaats. En op de derde verdient met brons Alexandra. Voor deze afstand. Laatste nummer voor de pauze, een kwartiertje pauze. 200 meter vrij met Wessel, Bjorn en Joris. Gaat u er dus nog eventjes voor zitten voordat u tijd heeft om uw thee, koffie bij te vullen. Limonade in te schenken, de nootjes even te verversen. Of er een lekker koekje bij te maken. En heeft u de cake net in de oven gezet, haalt die er ook uit. En daar zijn ze vertrokken. Wessel, Bjorn en Joris. 200 vrije slag. En ik draai me heel even om er ook naar te kijken. Nou, het is Bjorn die de voorsprong neemt naar 50 meter. Maar daar kort Bjorn Joris nog achter. En ook dit is natuurlijk wel weer zo'n wedstrijd dat je aan een tegenstander kan optrekken. Dat is voor Wessel op dit moment heel moeilijk om te doen. Die zwemt toch echt wel zijn eigen wedstrijd, maar ligt toch met 2 van deze toppers in het bad. Hij zwemt zelf dezelfde race met ze. Hartstikke mooi om dat mee te mogen maken, denk ik dan. Ik werk de wedstrijd stellen als dit zo blijft.
En daar zijn we dus nog altijd met Wessel, Bjorn en Joris in het water. Ja, wat een geweld ligt er dan met deze drie heren in het water. En dat als laatste nummer voor de pauze met Bjorn dus. Die hier al binnen is. Met Joris daar toch wel heel dicht achter. En dan ben ik heel erg benieuwd of Joris hier en misschien ook wel Bjorn een PR neerzet. En dan is het nu aan Wessel. Die dan nog in het water ligt en zijn meters moet afleggen. Kom op Wessel. Daar is die. Hij is gekeerd. Kom op Wessel. Je laatste paar meters, zet hem op. Ja, daar gaat hij Wessel. En daarmee gaan we de pauze in.
En daar zijn we weer, mensen. Met de volgende serie. Na de pauze. Het gaat ineens rap. En daarin noteren we Jente en Ilse. Die de 200 meter wissel gaan zwemmen. Programma nummer 19. U bent er weer bij. Fijn dat u weer ingecheckt bent. Ja, en de 200 wissel, doe ze het maar na. Hè. Pittig. Pittig nummer. Alle onderdelen die voorbij komen, die zwemmen ze dus 50 meter. En dit gaat nek aan nek. Het is een baan 4. Ilse die iets eerder keert op dat eerste onderdeel. Daar gaan ze met terug. Gaan ze terug. En daar is ook weer de eerste 25 meter van de rug zit erop. En ze gaan de nek aan nek, deze meiden. Die kunnen dus aan elkaar optrekken. Om er een mooie battle van te maken. En zo kunt u mij weer iets beter verstaan met mijn face mask voor me. En daar zijn de meiden weer gekeerd en gaan nu die schoolslag inzetten. 50 meter school. Nou, zeg maar hier hoor. Hoe wil je hem hebben? Zo? Ja, hoe wilt je het zelf? Ik kan hem ook van deze kant maken. En daar zijn ze nog steeds onderweg. Van Aquanovio? Nee, van Uakan zelf. Dit is iSport, iReport. iSport, iReport. Alsjeblieft, jongen. Ja, de fans zijn niet aan te slepen, weg te halen hier. Maar ja, met die corona op anderhalve meter, het kan helaas niet. Handtekeningen kunnen op dit moment niet doorgaan. Maar u kunt ze indienen, de verzoekjes. Stuur een berichtje via de chatbox van iSport, iReport op Facebook of op Instagram. Dan maken we daar wel weer goed. Maar daarna gaan de dames kieren. Ze gaan naar de 50 meter vrije slag. Hop, hop, hop. Ilse en Jente. Ja, er werd dus even een foto gemaakt om dit kanaal te promoten. Maar ook de livestream aan te kondigen waar deze jonge telgen van Aquanovio te volgen zijn. U bent er al bij. U wist het al. Het is Ilse die nog altijd een voorsprong heeft op Jente. En dan gaan deze meiden een leuke tijd neerzetten. En dan gaan ze toch nog naast elkaar komen. Een goed laatste keerpunt. De laatste 12 meter vrije slag wordt ingezet. Ja, ze zetten allebei een lekkere sprint in. En dan durf ik er weer geen geld op te zetten wie hier als eerste finisht. Ik denk dat Jente nog net wint. Voor Ilse. Maar ja, het is aan de jury. Gaan we verder met programma 104, 50 vrije slag. Met Fine. Met Luna. Elisha. En met Lotte, daar gaan we. En deze jongste van de vereniging gaan hier proberen hun eerste tijd neer te zetten op die 50 meter vrij. Het is in baan 5.
Nee, het is baan 4, sorry. Elisha die hier als eerste gaat aantikken, daar komt ze aan. Met dan Pelle komt eraan en ook Luna komt eraan. En ook Lotte komt eraan. Ja, ze finishen zo 1 voor 1 hier. Ja, wat is dat leuk om te zien om die kleintjes hier hun prestatie neer te zetten. Daar zijn ze. Dan gaan we door met het volgende nummer. Dat is ook weer die 50 vrij. Met Sarah, met Vee, met Vladislav en met Amira. En daar zijn deze 4 zwemmers weg met Sarah, Vee, Vladislav en Amira. Het is in baan 3 Vee die er als een speer vandoor gaat. En de zwemmers in baan 2, 4 en 5 zitten elkaar op de hielen. En daar hebben we dus Sarah, Vladislav en Amira. Maar het is Vee die als eerste is gekeerd en alweer onderweg terug is. Ja, in baan 2 komt Sarah Langeberg opzetten. En de banen 4 en 5, Vladislav en Amira maken hun eigen wedstrijd van. Maar daar gaan we kijken naar de finish van Vee. En bam, die is binnen. En dan gaan we kijken naar Sarah. Die is onderweg. Die tikt hier aan, ook binnen. En dan hebben we nog Vladislav en Amira, nek aan nek. Het is denk ik in baan 5. Ja, Amira die denk ik voor Vladislav aantikt. Nou, dat zullen we zien op Lifetiming van Aquanovio en anders op de Splash Me app. Gaan we verder met programma nummer 21, de meisjes 50 meter vrij met Roos, Esmee, Ilse de Haas en Ilse Eigenhuizen. En daar zijn ze weg, Roos, Esmee, Ilse en Ilse. De banen 2, 3, 4 en 5. Het is in baan 3 Esmee Schaap die er als een speer vandoor lijkt te gaan. Met daar kort achter Ilse de Haas. We gaan keren. Het is nog steeds Esmee voor Ilse en daarachter Roos en Ilse Eigenhuizen. Het is Ilse die nog even een sprintje aanzet en komt dichter bij Esmee. Maar het is Esmee die toch als eerste lijkt aan te gaan tikken. De armen worden al wat vermoeid. Ilse komt in de buurt met Roos en Ilse daar weer achter. Esmee Schaap voor Ilse de Haas en daar weer kort achter Roos Schouten. En dan maken we nu nog even tijd voor Ilse Eigenhuizen die er ook nog aan komt slaan. Ja hoor, en tik, bam, ook Ilse Eigenhuizen binnen. Gaan we door naar programma nummer 22 met Max, Jamil, Omar en Ruud. Jongens, 50 meter vrij. Programma nummer 22. En die korte afstanden gaan dus razendsnel achter elkaar. We hebben dus hier in baan 3 Jamil,
die als eerste gaat aantikken. En dan hebben we Omar, Ruud en Max daar weer achter zitten. Jamil inmiddels binnen. Gaan we nu in baan 5 kijken naar Ruud. En dan hebben we Omar en Max. Gaan we verder met programma nummer 23. De dames 50 meter vrij. Eerste serie van 4 met Bente, Rowan, Morgan en Sophie. Dus 4 series. Eerste serie Bente, Rowan, Morgan en Sophie. 50 meter vrij. Ja, dit is op een lijntje. Dat is mooi om te zien. Daar zijn ze gekeerd als eerste in baan 3. Rowan keert als eerste. Maar het is nog niet gestreden met Morgan, Sophie en Bente daar nog heel dicht in de buurt. En het is zelfs in baan 5 Sophie die nu op komt zetten. Die Morgan voorbij gaat, die Rowan voorbij gaat, die Bente voorbij gaat. En het is in baan... Ja, baan 3 of 5 met daarachter baan 2 en 4. Zegt u het maar. Gaan we verder met de volgende serie met Mees, Erin, Datu en Elke. Ook hier weer de 50 meter vrij. Serie 2 van 4. En daar zijn ze onderweg. De baan 2, Mees. Erin in baan 3, Datu in baan 4, Elke in baan 5. Ja, en deze korte nummers zijn toch mooi om te zien, hè? Dat het dicht bij elkaar zit, dat ze de strijd met elkaar aangaan. Om als eerste aan de overkant te komen. En het gaat hier in dit geval tussen de banen 2 en 3, Mees en Erin die voorop liggen. Ja, ik ga er niet aan wagen wie er als eerste aantikt. Het zal een van de banen 2, 3 komen, gevolgd door de banen 4 en 5 met Datu en Elke. En in de volgende serie zitten Tara, Amara, Mila en Leonor. Serie 3 van 4. En daar zijn ze weg. Tara, Amara, Mila en Leonor. 50 meter vrij. We gaan naar het eerste keerpunt toe. Dus Tara, Amara en Mila die elkaar op de huid zitten in deze race. En ik denk zelf dat baan 3 voorop ligt. Dat is Amara voor Mila, Leonor en daar nog kort achter Tara. Wie gaat hier als eerste finishen? Het zal Amara, Mila, Leonor en Tara zijn in die volgorde. En dan maken we ons op voor die laatste serie van 4. Louise, Eline, Fine en Dion gaan daar de strijd aan met elkaar. 50 meter vrij. Ja, na dit programma 23, komt programma 24. En gaan de jongens de 50 meter vrij zwemmen. Maar dus eerst nog serie 4 van 4. Een uitstekende start van Eline. Met Louise, Fine en Dion gelijktijdig op het keerpunt. Maar Eline als eerste weg. Ja,
En dan is het in baan 2 Louise die van het trio daarachter gaat finishen. Als eerste lijkt het, maar ja, ik durf er toch geen kwartje op te zetten wie hier tweede, derde of vierde is geworden. En dan nu dus de jongens met Kian, Wessel en Sam in de eerste serie van ook 4 series 50 meter vrije slag. En daar zijn ze onderweg, Kian, Wessel en Sam. Gaan ze halverwege. Zijn daar Wessel en Sam die nek en nek zitten met Kian daar weer iets achter. Nou, voor Kian weer de kans om een tijd op de klokken te zetten en daarmee in een PR neer te zetten. Ja, wie oh wie, Wessel, Sam. Het is eigenlijk net zoals de vorige limietwedstrijd. Het zit zo kort op elkaar allemaal. Maar het lijkt hier toch Sam voor Wessel te zijn. En daar komt Kian voor zijn laatste 5 meter aan. Nog even doortrekken en heeft hij ook een tijd in de boeken staan. Bam, daar is hij. En in de volgende serie Jelani, Keanu, Mink en Simon. En daarmee kan ik voor de derde keer zeggen dat er een broederstrijd. Of ja, in dit geval er is 1 keer een zusterstrijd en 1 keer een broederstrijd geweest. Maar dit is een nieuwe broederstrijd. De broeders Sprot, Jelani, Keanu, Mink en Simon gaan hier uitmaken wie in deze serie als eerste gaat aantikken op die 50 meter vrij. Zit er klaar voor. En ze zijn vertrokken. Een sterke start van Keanu en Mink. Ja, dit wordt nog wel spannend na dit keerpunt. Jelani op een korte afstand, maar Keanu, Mink en Simon zitten elkaar op de huid. Ja, het is toch Keanu die hier voor Mink en voor Simon gaat finishen. En daar weer achter op een kleine en gepaste afstand Jelani. Hop, en de 50 meter zitten alweer op. Krijgen we serie 3 van 4 met Sami, Sofjan, Malik en Kai. Serie 3 van 4, 50 meter vrij. En daar zijn ze weg. Sammy, Sofjan, Malik en Kai. Weer in baan 3 lijkt de snelste te zitten. Sofjan met een snelle start. En moet ik nou weer een broedergevecht zeggen? Sammy, Sofjan, Elfim. Het is toch mooi dat zo'n club toch heel veel broertjes en zusjes met zich meebrengt. Sport verbroedert, maar dit is dus letterlijk broeder. In baan 2 Sofjan, in baan 4 Malik. En dan in baan 2 en 5 Kai en Sammy. Dat zijn de volgorde waarop deze jonge talenten finishen. Laatste nummer van programma nummer van laatste serie van 4. Programma nummer 24. Therese, Tim, Bjorn en Niels. Baan 3 en 4. Gaat u ervoor zitten? Al doen we Therese en Niels tekort om die niet te benoemen. Dit wordt tijden, jongens. Ga er maar voor zitten. Boom, daar zijn ze weg. En nogmaals, ik bedoel daar niets verkeerds mee ten opzichte van alle andere zwemmers en zwemsters die hier aanwezig zijn. En dan gaan ze in baan 2 is het Tim. Baan 3, sorry, is het Tim voor Bjorn. Bjorn zet nog even aan.
Joran, Tim, Therese en Niels, daar zijn ze. Programma nummer 25, serie 1 van 1 met Vee, Eva, Suus en Lena. Zij gaan de 100 meter rug zwemmen. Daar zijn ze gestart. Vee, Eva, Suus en Lena. Het is een snelle start van Eva de Man in baan 2. Kort achter Suus. Lena en Vee zitten daar weer achter. En we gaan het zien. Het is 100 meter rug. 100 meter rug. Nou, het is Eva die wegzwemt bij Suus. Maar Vee en Lena zitten dan weer heel mooi op één lijntje bij elkaar. Met Vee iets voor Lena. En daar gaat Suus en Eva zijn alweer op de terugweg. 50 meter erop zitten. En dat geldt nu ook zometeen voor Vee die nu gaat keren. Daar is Vee. En ook Lena keert nu. Dus dat is nog mooi dat die twee meiden zo nek aan nek aan elkaar zitten. Eva gaat haar laatste 25 meter in. En ook Suus gaat daar nu mee beginnen. We gaan eens even kijken. Laatste 10 meter van Eva. Met haar rugslag. Laatste 5 slagen. En dan is Eva hier binnen. En dan komt Suus op toch niet zo hele grote afstand. En dan ben ik benieuwd naar de tijd. En dan zouden er misschien wel 2 PR'tjes aan kunnen komen. Voor zowel Suus als voor Eva. En dan gaan we nu kijken, want dat zou ook maar zo het geval kunnen zijn bij Vee. En bij Lena. Nogmaals, ik klok niet. Maar als ik dan kijk tussen de afstanden tussen zwemmers en ongeveer inschat hoe lang een zwemster erover doet. Gaan we dat nu zien. En nogmaals, u kunt dat zien op Lifetiming van Aquanovio of in de Splash Meer. Nou, ook Vee tikt hier aan. Die is binnen. En datzelfde geldt ook voor Lena die er nu aankomt en aantikt. Dat betekent dat we ons brengen bij programma nummer 26. 100 meter rug. Dat is baan 3, Jamil. Die zwemt dus alleen. En daar is Jamil gestart voor zijn 100 meter rugslag. En dan gaat hij zijn eerste 50 meter gaat hij erop hebben zitten als hij dit keerpunt doet. En dat is bij deze gebeurd. En in het volgende programma ook een soliste, in dit geval Eva Langenberg, die ook 200 meter schoolslag zal doen. Jamil dus nu de 100 meter rug, Eva zometeen de 200 meter school. En daar gaat hij voor zijn laatste slagen. Daar komt Jamil aan. Nog 3,
En dan heeft hij zijn 100 meter rug erop zitten. Tik, daar is hij. Gaan we dus nu verder met Eva Langenberg voor de 200 school. En daar is ze gestart voor haar 200 meter school. Eva Langenberg, solist in baan 3. Dus dat zou voor de kijkers thuis is dat makkelijk te herkennen wie er op dit moment aan het zwemmen is. Want er is er maar één. Brengt het mij nogmaals bij de oproep. Deel op social media en tag Aquanovio in het bericht hoe jij erbij zit. Hoe jij deze livestream vanuit thuis meekijkt en bekijkt. Doe je dat alleen? Doe je dat met een flatscreen? Zit je op een laptop? Zit je in de bioscoop, maak een selfie, een foto, een filmpje. Deel hem op Aquanovio wedstrijd zwemmen. En maak kans op zo'n ludiek, uniek en speciaal voor COVID-19 gemaakt mondkapje van Aquanovio. Beschikbaar gesteld door ondergetekende. Meedoen is winnen, winnen is meedoen. Ik ben zeer benieuwd naar de creatieve inzendingen die vandaag en morgen mogen volgen. Terug naar de wedstrijd met Eva Langenberg in haar derde baan school, ook in baan 3. Is ze zometeen halverwege al. En dat ziet er goed uit. Kom op Eva, nog 100 meter te gaan. Als ik goed geteld heb. En dat is toch altijd wel lastig, hè? Zo'n strijd in je eentje. Zonder dat je je op kan trekken aan een tegenstander in het water. Het is toch altijd heerlijk om iemand of voor je te hebben of achter je te hebben. Dat je het gevoel hebt dat je competitie hebt. Nogmaals, je zwemt voor jezelf. Dus wat dat betreft is dat wel aan deze dame besteed. Maar een stukje competitie mag natuurlijk wel. Gezonde competitie bedoelen we daarmee. En voor de volledigheid alvast gaan we ons op noemen de volgende serie is de 100 meter vlinder. En in die 100 meter vlinder wedstrijd serie 1 van 1, programma nummer 31, zwemmen Niobe en Femke. En die zwemmen dus de 100 meter vlinder. Maar we gaan dus nu naar de laatste keerpunt van Eva toe. Dan heeft ze 175 meter er al op zitten van die schoolslag. Ja, en die mag zo meteen wel even een rustpauze nemen na die 200 meter schoolslag. Even lekker drinken, even lekker eten om even weer bij te tanken. Ik heb nog niet verder gekeken of ze nog een programma erop moet. Maar ze gaat nu in ieder geval finishen. Daar komt ze aan. De laatste 5 kopjes onder. Nou, het zijn er zelfs minder. Zoveel vaart zit er nog in. Daar is ze binnen. Eva heeft het erop zitten. 200 meter schoolslag. En dus programma 31. 100 meter vlinder. Niobe en Femke. Daar zijn ze weg in baan 3 en 4. Niobe en Femke. 100 vlinder.
Daar zijn ze alweer terug. Dan zit de eerste 50 van die 100 vlinder erop voor Niobe en ook Femke is alweer gekeerd. Niobe onderweg naar haar laatste keerpunt. Voor haar laatste 25 meter. En ook Femke komt nu bij dat keerpunt aan. Om ook zelf nog even de laatste eindsprint in te zetten. Nog 5 keer Niobe. 1, 2, 3, 4, 5 en de onderwaterfase. Boom, Niobe binnen. We kunnen ook tellen bij Femke natuurlijk. 5 keer. 1, 2. Ah, Femke, langere onderwaterslag. Die pakte ze maar dus op 3. Ook binnen. Hoppa. Gaan we door naar programma 32, serie 1 van 1. Heren 100 meter vlinder. Keanu, Mick en Noah. En daar zijn ze vertrokken. Baan 2 Keanu, baan 3 Mick en baan 4 Noah. 100 vlinder. Dag Marije. Even een persoonlijke begroeting. Dus Keanu, Mick en Noah voor die 100 meter. Vlinderslag. En al op de terugweg is Mick. De laatste 20 meter. Mick eindigt hier als eerste. Het is Noah die als tweede lijkt te finishen voor Keanu. Daar komen ze aan. U ziet het zelf ook rechtsboven in beeld. En dan gaan we verder met programma 33. Sorry, programma 105. Daarin de 50 meter rug. Met twee series. Eerste serie Luna, Pelle, Lotte en Zara. En ik heb het nog niet gezegd, maar volg deze pagina natuurlijk op YouTube. Word abonnee, laat een like achter in deze video. Feedback, uiteraard ook welkom. Kan gewoon via iSport, iReport op Facebook of op Instagram. Of laat het even een van de andere vrijwilligers van Aquanovio weten. We willen het elke week, elke wedstrijd beter en mooier voor u maken. Maar terug naar de wedstrijd. 50 meter rug, jongste leden van Aquanovio met Luna Pelle, Lotte en Sarah. Baan 2, 3, 4 en 5. Maar laat dus gerust een reactie achter van hoe u het beleeft, hoe u het meemaakt. En wat u eventueel anders of beter zou willen zien, indien dat natuurlijk kan. Maar dat horen wij graag, dat kunnen we alleen maar als een cadeautje zien als u daarmee terugkomt. Kan dus via Aquanovio, kan via iSport, iReport. Terug naar de wedstrijd met programma 105. Luna, Pelle, Lotte en Sarah zijn al op hun keerpunt geweest. We gaan dus nu terug naar de slotfase van hun 50 meter rug. En ik kijk in baan 5 Sarah. Ik kijk in baan 3 naar Pelle. In baan 2 naar Luna. En in 4 zie ik uiteraard ook Lotte zwemmen. Maar het is Sarah die hier als eerste gaat aantikken in haar serie. Tik, daar is ze. En dan wordt het in baan 3 Pelle die als gaat aantikken. Daar komt hij aan. 1, 2, 3. Pelle is binnen. En ook Luna is binnen. En Lotte maakt keurige slagen. Hartstikke mooi. Het kost natuurlijk ook veel kracht zo met de voeten en de armen. Maar ze maakt een keurige slagbeweging zoals ik het zelf zie. En als alles binnen de lijntjes is gezwommen,
gaat ze gewoon, net zoals een aantal andere van deze zwemmers in deze serie, een persoonlijk record zwemmen. Daar komt ze aan. En dan gaan we door naar serie 2 van 2 met Vladislav Berki, Elisha en Amira. Ook zij zwemmen de 50 meter rug. En daar zijn ze gestart. Vladislav Berki, Elisha en Amira, 50 meter rug. We hadden bijna een probleem met onze verbinding vanwege het leeglopen van onze gsm's die we inzetten voor de data. En het is in baan 3 Berki die hier als eerste gaat finishen. Al komt in baan 4 Elisha ook opzetten. Maar wat een prachtige slagen hebben ze. Alle rust zit daarin. Het is inderdaad in baan 3 Berki, 4 Elisha. En dan kijken we ook even naar de banen 2 en 5 met Vladislav en Amira. Ook die zitten gewoon nek aan nek. Het lijkt in baan 5 Amira die iets eerder gaat finishen. Of komt Vladislav toch nog aanzetten? Nee, ik denk baan 5 Amira en Vladislav. En dan betekent dat dit programma erop zit en we doorgaan naar programma 33 met 100 meter vrije slag voor meisjes. In de eerste serie van 2, V. Roos Schouten Maartje en Roos Langenberg. Baan 2, 3, 4 en 5 gevuld. En daar zijn ze gestart voor hun 100 meter vrijslag. V. Roos Maartje en Roos Langenberg. Roos Schouten in baan 3, Roos Langenberg in baan 5. Het is Roos Schouten die als er een raket in het water is beland. En een kleine voorsprong heeft op de banen 2, 4 en 5. Maar na het keerpunt, wie ligt er voorop? Dat is Roos Schouten, gevolgd door Maartje en dan Roos Langenberg daar kort achter. En daar weer kort achter V. En daar komt in baan 4 komt Maartje van Berkamp opzetten. Die trekt zich richting Roos Schouten op die eerste 50 meter. Nou, het is Roos Schouten die als eerste gaat keren. Die keert na 50 meter, gevolgd door Roos Langenberg. En daar weer kort, gevolgd door Maartje van Berkamp. En daar weer kort achter Roos Langenberg. En ook V gaat hier nu keren. Hoppa, die is ook alweer onderweg. En dan gaan we de laatste 50 meter in. Het is Roos Schouten die weg zwemt bij Maartje. En Roos Langenberg weer dichter bij Maartje in de buurt komt. En V komt daar uiteraard achteraan ook nog aan. En die is ook gewoon keurig bezig. We gaan ook even naar haar keerpunt kijken. Daar komt ze aan voor haar laatste 25 meter. Daar is V gekeerd. En voorop is het Roos Schouten in baan 3 die hier de leiding heeft genomen. In baan 4 nog altijd Maartje van Berkum en Roos Langenberg daarachter. En dan slaat de vermoeidheid bij de zwemmertjes toch in de armen en in de benen. Maar daar is binnen Roos Schouten. Gevolgd door Maartje van Berkom. Daar weer kort achter Roos Langenberg binnen. En dan kijken we ook natuurlijk naar de finish van V. Daar komt ze aan. Daar is ook V binnen. Volgende serie met ook weer 4 zwemmers erin. Serie 2 van 2, programma 33 met Jente, Eva, Esmee en Suus.
Jente Verloon, Eva de Man, Esmee Schaap en Suus Geerlichs. En daar zijn de meisjes weg. Jente, Eva, Esmee en Suus. Baan 2, 3, 4 en 5 gevuld voor die 100 meter vrije slag. We gaan eens even kijken naar de start. Het is in baan... Ja, wie ligt er voorop? Het is naast elkaar. 2, 3, 4 en 5. En dit zijn de talentjes van 2010 die elkaar 3 keer in de week in de trainingen zien. Het is Eva de Man die een korte voorsprong heeft op Esmee Schaap op die eerste 37,5 meter, maar ook in baan 2 en 4. Suus en Jente trekken elkaar aan elkaar op. En zo is dit een hele spannende strijd die gewoon 100 meter gaat duren. Naar 50 meter gaan we nu kijken. Wie keert daar als eerste? Dat zijn Eva en Esmee. Vrijwel gelijk, onderwaterzone. Eva de Man en Esmee. Met daar weer kort achter Suus en Jente. Suus gaat richting Esmee toe na die 50 meter. En ook Jente komt nu aan bij Suus. Het is... aardig spannend, maar Eva de Man lijkt op dit moment haar uitsprint in te zetten. En nog over energie te beschikken. Gaat keren. En dan is het Esmee en Suus die vrijwel gelijktijdig keren. Met daar kort achter Jente. En dan is het nu een eindsprint van Eva. Kijk, ook die benen heen en weer gaan. En dat zie je minder bij de andere zwemmers daarachter. Het is Esmee die nu weer iets wegzwemt van Suus. En Jente weer dichterbij komt bij Suus. Het is Eva die hier in ieder geval gaat aantikken. Jente en Suus komen bij elkaar, maar Suus komt ook weer dichter bij Esmee. We gaan het zien. Het is Esmee die eerder aantikt dan Suus. En ook Jente binnen is. Nou, die meiden zijn binnen. Programma 34 gaat weer kort achteraan. 100 meter vrije slag. Jongens met Omar, Jamil, Berki en Ruud. Maar 34 is maar één serie. 100 vrije slag. En daar zijn ze gestart. Omar, Jamil, Berki en Ruud. 100 meter vrije slag. Met de banen 2 en 5 nog geen officiële tijd neergezet. Maar dat geldt wel voor baan 3 en 4. We gaan eens even kijken. Het is ook baan 3 die een voorsprong neemt op baan 4 en 5. En daar weer achter in baan 2. We hebben dus Jamil hier voorop in baan 3. Daar in baan 5 is Ruud. En in baan 4 zit Berki. En daar weer eigenlijk zit Berki in de buurt van Omar. En Ruud zit weer net iets achter Jamil. Jamil gaat hier keren. Daar is Jamil gekeerd. Baan 5, Ruud keert dan ook. En daar in baan 2 en 4 zijn ook gekeerd. Omar en Berki. Maar Jamil is alweer op de terugweg hier met zijn laatste keerpunt. Gaat dus zijn laatste 25 meter inzetten van die 100 meter vrije slag. En dan gaan we eens opmaken hierna voor programma nummer 35. En ik hou het tempo er hoog in. Er zit ook een hoog tempo. 100 vrije slag bij de dames met Bente, Morgan en Isa. Maar terug naar Jamil. Daar is hij in baan 3. Gaat zijn laatste 5 meter in. Laatste paar slagen die hij moet maken. Hop, hop, hop. En Jamil is binnen. En dan gaan we kijken, wie komt daar aan in baan 5? Is dat Ruud? Ja, dat is Ruud. Goed gezien. Ruud heeft weer een aardige voorsprong op zijn tegenstanders Berki en Omar. Ruud gaat hier aanzetten voor zijn laatste 5 meter. En daar is hij binnen. En dan in baan 4 komt Berki aanzetten. Zijn laatste paar slagen. Terwijl Omar er ook nog aan de buurt komt in baan 2. Maar het is Berki die aantikt. En ook de laatste paar meters van Omar zitten erop. In programma nummer 35 bij 3 series zitten we met de eerste serie met Bente, Morgan en Isa. 100 meter vrije slag. Ik heb
vanavond hoofdpijn? En daar zijn ze vertrokken. Bente, Morgan en Isa. 100 meter vrijslag, twee persoonlijke koersen kunnen er geswommen worden. Als de banen 2 en 4 een tijd zwemmen en zich aan de regels houden die de officials opleggen. Morgan heeft al een tijd staan en gaat richting 1.27.79. We gaan het zien. Bente, Morgan en Isa gaan richting dat keerpunt en zijn alweer terug. Ja, ja, ja. De eerste 25 meter zit erop en ze zitten op een lijn. En dat is altijd fijn. Dan kan je lekker aan elkaar optrekken. Zeker in die vrije slag die de zwemsters toch wel als hun favoriete en snelle slag zien. Na 50 meter keert als eerste in baan 3 Morgan. Tegelijk met Isa en daar kort achter Bente. En dan gaan we naar het laatste keerpunt voor ze. En het is nog steeds een nek en nek en nek race. Ah, het is in baan 3 de voorsprong. En dat is de voorsprong voor Morgan. Met daar kort achter Isa die een eindsprint inzet. Die komt er nog naast. Isa komt nog naast Morgan. Het is Morgan voor Isa. En ook Bente is hiermee binnen. Gaan we zo naar serie 2 van 3. Met daarin Tara, Leonor en Elke. En volgens mij is dat een echte vriendinnenclub. Maar dat is weer ook een wilde gok van me. En daar zijn ze gestart. Zowel Tara, Leonor en Elke. Banen 2, 3 en 4 gevuld. En in baan 2 een uitstekende start van Tara. Met nog altijd een kleine voorsprong van Tara. Maar in baan 3 komt Leonor nu opzetten en gaat er overheen. Leonor pakt de leiding en Elke zit daar nog op het vinkentouw. Die zwemt nu iets naar Tara toe, maar Leonor zwemt nu weg. Bam, de eerste 50 meter zit erop. Tara zit nog altijd kort achter Leonor. Elke moet nu helaas wat afstand laten, maar is natuurlijk geen schande. Ook Tara laat nu Leonor iets bij haar wegzwemmen en gaan we die laatste 25 meter in. Daar is het keerpunt van Leonor geweest. Ook Tara is gekeerd en ook nu gaat Elke haar keerpunt in. En daar moet nog even gas gegeven worden. Daar gaat het eindschot van zowel Tara als Leonor en ook Elke. Hun laatste slagen van de dag. Het is Elke die hier in ieder geval. Het is Leonor die als eerste aantikt. En daar is ook Tara binnen. En dan is het nu nog kort wachten op Elke die ook nu haar tijd op de klok heeft staan. Laatste serie van dit programma is met serie 3 van 3. Fine, Dion, Lopke. En Mila. 100 meter vrije slag. En die gaan we ook na deze serie zwemmen. Maar dan met de mannen weer. En dan hebben we even Tim, Varian en Sam op het startblok staan. Maar nu eerst dus. Fine, Dion, Lopke en Mila. En daar zijn ze weg. Ah, een goede start in baan 3 van Lopke. Die een kleine voorsprong neemt op Dion, Fine en ook op Mila. En daar zijn ze gekeerd. Een heel goed keerpunt in baan 2. Dat is het keerpunt van Fine. Maar ook in baan 3 een heel goed keerpunt van Dion. Het zit nu naast elkaar. Fine, Dion en Lopke met op korte, maar zeker niet onoverbrugbare afstand Mila. Daar zijn ze gelijktijdig. Keren ze op het 50 meter punt. En onder water maken de banen 3 en 4 het verschil. Dat zijn Dion en Lopke.
Dan is het Fiene die nu iets loslaat. En zelfs in baan 4 is het Lopke die nu iets wegzwemt bij Dion. Maar na het keerpunt. We gaan het kijken. Ja, weer gelijktijdig. En die kunnen dus na elkaar toezwemmen nu. Het is in baan 4 nu Lopke die wel wegzwemt bij Dion. Maar in baan 2 komt Fiene ook nog opzetten. En vergeet ook natuurlijk niet dat Mila erg hard aan het zwemmen is. Ze zijn nu 1 voor 1 druppelen ze binnen. Met de laatste slagen van Mila. Kom op. Ja, en ook Mila is hiermee binnen. 100 meter vrije slag met Effe, Tim, Varian en met Sam. En daar zijn deze 4 zwemmers vertrokken. Effe, Tim, Varian en Sam. Sam, 100 meter vrije slag. Goeie start in baan 2. En ook in baan 4 een hele goede start. Baan 5 bedoel ik. Baan 2 en baan 5. Dat zijn Effe en dat zijn Sam. Die gaan als eerste naar het keerpunt terug. Op die 25 meter die ze nu erop hebben zitten. Boom. Gelijktijdig. Maar ook die andere 2 die erachter zitten. In de banen 3 en 4. Tim en Varian keren gelijktijdig. Ik zeg het verkeerd. Er zijn de banen 2 en 4 die gelijktijdig klimmen. En ook de banen 3 en 5. Dat gaan we nu weer zien. Maar Tim zwemt hier weg bij Sam. En gaat als eerste keren naar 50 meter. En nog naast elkaar. Tim en Effe en Varian zitten nog altijd naast elkaar aan een touwtje. Het is Tim die hier zijn voorsprong uitbreidt op Sam. Dat gezegd komen Effe en Varian weer dichter bij Sam. Dus dat is voor hun weer een motivatie om door te knokken. In die laatste keerpunt, naar het laatste keerpunt toe. Daar is Tim in ieder geval gekeerd. Die zit in zijn laatste 25 meter. 20 meter nog voor Tim te gaan. Alles uit de kast. Ja, het is Sam in baan 5 die vermoeid wordt. En Varian ziet dat en komt dichterbij. En dat geldt ook voor Effe. Maar terug naar de voorkant van de wedstrijd. Tim gaat nu aantikken. En dat is nu gebeurd. En kijk eens in baan 2, in baan 4 en baan 5 gaat Sam het volhouden. Hij knokt zich er naartoe. En dan Varian en Tim Effe. Het is Sam, Varian en Effe die dan finishen. Gaan we door naar de serie 2 van 4 met Simon, Sammy, Noah en Mink. Ook zij gaan die 100 meter vrije slag zwemmen. En daar zijn ook deze 4 toppers vertrokken. Simon, Sammy, Noah en Mink. Banen 2, 3, 4 en 5. 100 meter power in het zwembad. Hier in het Erik Afonso Sportfonds Terpstra zwembad. En u bent erbij, livestream van Aquanovio via iSport, iReport. Baan 3. Sammy heeft een voorsprong op Noah. En Noah wordt weer op de voet gevolgd door in baan 2 Simon. En Simon wordt weer op de voet gevolgd door Mink. Gaan we naar het keerpunt toe van die eerste 50 meter. Wie tikt als eerste aan? Dat zal Sammy zijn die als eerste keert. Noah daarachter. En daar weer achter kort zitten Simon en Mink. Ja, en dan gaat Sammy nu iets wegzwemmen bij Noah. Maar nogmaals, we hebben zo meteen nog een keerpunt te gaan. En Noah ziet dat en zwemt nu richting Sammy toe. En gaan we dus nog een spannende 25 meter bekijken. En dat geldt eigenlijk ook in de banen 2 en 5. Simon en Mink zitten ook naast elkaar. Wat een keerpunt in baan 3 van Sammy. Die Noah ineens weer op een lichaamslengte zet. En Noah krijgt naast zich ineens Simon. Simon met een eindsprint. En gaat Noah misschien nog wel voorbij? Het is in ieder geval in baan 3 Sammy. En dan in baan 2 Simon. In baan 4 Noah. En in baan 5 finisht Mink. Laatste, ene laatste serie. Tristan, Gajo, Soufiane en Malik gaan ook 100 meter vrije slag zwemmen.
En daar zijn ze weg in baan 2, of baan 3 en 4. Sofjan en Gajo. Ja, het is weer heel close, hè, zo naar die eerste 25 meter. Het zijn Gajo en Sofjan die naast elkaar zwemmen. Met daar weer kort achter Tristan en Malik. Daar keren ze naar 50 meter. Alle vier zijn ze inmiddels gekeerd. En nu nog altijd naast elkaar Gajo en Sofjan. Met daar kort achter Tristan. En Malik zit ook nog op een niet onoverbrugbare afstand van Tristan. Het is nu in baan 3 die Gajo die een afstand neemt. Een kleine afstand neemt van Sofjan. Wat gaat er naar het keerpunt? Onderwaterfase. Ja, dit is niet te zien. Maar Gajo lijkt voor Sofjan te finishen. Maar nu, Sofjan zet aan. Gajo. Gajo gaat aantikken voor Sofjan, voor Tristan. En Malik komt ook nog voor zijn laatste meters eraan. Ja, daar is hij. Gaan we naar serie 4 van 4. Niels, Bjorn, Tim en Joris. Niels Jansen, Bjorn van Dusborg, Tim Korstanje en Joris Jansen. En dan zou ik bijna weer zeggen voor de derde keer vandaag dat we hebben te maken met een broederstrijd in het bad. In de banen 2 en 5 met Niels en Joris. Niels in baan 2, Bjorn in baan 3, Tim in baan 4 en Joris in baan 5. Wauw, wat een sprongen in het water, wat een bruut geweld, wat een kracht. In baan 3 en 4, Bjorn en Tim naast elkaar, zij en zij. Kort achter Joris en in baan 2 zit Niels ook nog in de strijd. Daar gaan ze, naar de eerste 25 meter. Wie komt er boven water? Het is in baan 4 Tim die voor Bjorn keert. Joris heeft inmiddels Niels weer voorbij gestreken en Tim zet Bjorn onder druk. Daar keren ze, nu de onderwaterfase. Wie gaat er als eerste boven water komen? Het is nog altijd Tim voor Bjorn. In deze 100 meter vrije slag. En daarachter zitten nog altijd Niels en Joris. Joris voor Niels. En Joris loopt ook iets weg bij Niels. Kijken we naar het keerpunt. Van de laatste 25 meter is het nog altijd Tim voor Bjorn. Tim voor Bjorn. Laatste 12 meter, 10 meter te gaan. Tim lijkt hier aan het langste eind te trekken richting Bjorn. En bij de broedertwist denk ik dat Joris hier voor Niels gaat finishen. Laatste slagen van alle beide broers Jansen. Corrigeer me als ik het verkeerd heb, maar ik denk dat het broers zijn. En daar zijn ze binnen. Zit dit programma er ook op. Gaan we naar programma 37. Gaan de dames de 50 meter vlinder zwemmen met Morgan, Erin en Datu. Drie series. Drie series 50 meter vlinder. Sorry? Dat is goed om te horen. Daar doen we het voor. Dan gaan de dames richting het startblok. Morgan, Erin en Datu. Banen 2, 3 en 4. Daar zijn ze weg. 50 meter vlinderslag. Het is in baan 4 Datu die het snerkste van het startblok afkwam. Maar nu gaat het om de kracht in de armen en benen. Het zijn Datu en Erin die Morgan op een kleine achterstand zetten. En die zal op deze korte afstand die 50 meter vlinder moeilijk te overbruggen zijn. Dus gaan we... Daar keert ze. Morgan is gekeerd. Maar dan, wie komt er als eerste boven bij de andere twee in het water? Het is een badmuts tussen. Het lijkt Datu op dit moment voor Erin. En Datu zet inderdaad aan. Krachtige slagen die ze maakt. En lijkt daardoor iets meer kracht in de slagen te zetten dan Erin. En gaat daarom als eerste aantikken. Daar komt ze aan. Tak in baan 4. Datu voor Erin. En dan is Morgan met haar laatste 5 slagen. 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En dan is ook Morgan binnen. Gaan we door met serie 2. Met daarin de namen Mees, Anouk, Alexandra en Amara. Ook zij zwemmen natuurlijk dan de 50 meter vlinder. Mees, Anouk, Alexandra en Amana. Banen 2, 3, 4 en 5. Daar zijn ze vertrokken. Ook hier zit weer pure kracht in de benen. Als je dat ziet van hoe ze van het startblok afvliegen. Dus in baan 4 Alexandra die een korte voorsprong neemt op Anouk.
Daar keren ze. 50 meter zit erop. In baan 3 is het Anouk die voor Alexandra is gekeerd. En nog altijd een kleine voorsprong heeft. Maar je ziet Alexandra terugknokken. En het is eigenlijk ook een gelijke strijd tussen Amara en Mees. Wie tikt er als eerste aan? Het is Anouk van Dongen voor Alexandra. Maar dan in de banen 2 en 5. Is het Mees? Is het Alexandra? Ik denk Mees voor Amara. Excuus. Laatste serie. 3 van 3. Kim van Dongen, Tira, Eline en Louise. Programma 37. Laatste serie. 50 meter vlinder. En dan hebben we daarna nog één programma op het programma staan. Programma 38 met daarin 2 series. En programma 38 is ook 50 meter vlinder. En daar zijn ze weg. Kim, Tera, Eline en Louise. En het is een start van... Ja, zeg het maar. Dit gaat gewoon heel gelijkwaardig op. Bam. Nu, de onderwaterzone. Wie komt er als eerste boven? En wie komt het vers boven? Het is in baan 3. Dat is Tera voor Eline. Gevolgd door Kim. En daarachter weer Louise. Maar wie komt er als eerste bij het startblok aan? Bij het finishpunt? Dat lijkt toch in baan 3 Tera te zijn voor Eline. Met Kim en Louise daar kort achter. Laatste programma van de dag. Laatste programma van deze livestream. 2 series. 50 meter vlinder jongens. Met Kai en Wessel. Geef mij alvast de gelegenheid om u te bedanken voor het kijken. Laat een duimpje achter op deze stream op YouTube. En volg iSport iReport via Facebook, Instagram, YouTube. En doe dat natuurlijk ook met het kanalen van Aquanovio. Die zijn ook op Instagram, Facebook te volgen. En heeft u input, laat dat gewoon op Facebook of op Instagram achter via een chatbericht. Dat doet ons goed en daar kunnen wij alleen maar beter van worden. Beter voor u, zodat u er thuis gezien deze vervelende periode gewoon kunt blijven kijken. Banen 3 en 4, Kai en Wessel. 50 vlinder, daar gaan ze. Ik doe de naam en dan stop ik bij baantje 3. Het is Kai die gelijk een voorsprong neemt op Wessel. Met die eerste slagen, maar ook met de sprong. Dat is ook geen schande. Er zit een leeftijd tussen deze twee jongens. Maar ze kunnen zich mooi aan elkaar optrekken. Wessel bij zijn keerpunt nu. Boom. Gaat zijn laatste 25 meter vlinder inzetten. Kai is al in zijn laatste 10 meter bezig. Daar gaat hij. 1, 2, 3, 4. Nog 4 slagen en dan is Kai binnen. Daar is hij zelfs zijn onderwaterfase al. Boom. Kai binnen. Nu Wessel nog. Zijn laatste slagen van deze dag. En dan mag hij vanavond gewoon weer lekker... FIFA speler of misschien dat hij hem, hoe heet dat andere spelletje met die blokken? Ja, je kan hem daar gewoon op volgen, hè, Wessel. Hij zit op Instagram en doet soms wel eens jullie uitnodigen om live mee te gamen. Ja, ja, Wessel van Dorst op Instagram. Daar is hij, hij is binnen. Als reporter moet je je natuurlijk verdiepen in de zwemmer. Gaan we dan, laatste serie, laatste programma van deze dag. Met Niels, Tim Kastanje en Tyrese. Niels Jansen, Tim Kastanje en Tyrese Citania. 50 meter vlinder. En dan zit deze wedstrijd erop. Die onderlinge wedstrijd van Aquanovio. Met alleen leden tot 18 jaar aan de start. En daar zijn ze in het water gedoken. Deze 3 slotzwemmers van de dag. En het is in baan 3. Baan 3, Tim die een hele grote start maakte en Tyrese die een hele lange onderwaterfase had. En dat heeft hij nu ook weer zo te zien. En komt dan heel laat boven water, maar wel heel vaar. Het is Tim aan de leiding met zijn laatste slagen van de dag. Zijn 50 meter vlinderslag zit er bijna op. En dat is die binnen. En datzelfde geldt nu ook voor Tyrese. En ook Niels is aan zijn laatste slagen binnen. En dan zit de wedstrijd erop. Bedankt voor het kijken. Bent u er de volgende keer weer bij, volg mij dan op YouTube. Volg het kanaal van... Aquanovio, bedankt dat u er was en we hopen u de volgende keer te begroeten. Blijf gezond, denk aan elkaar, denk aan jezelf. En daarmee eindigen we deze livestream. Bedankt voor het kijken. We zien u graag de volgende keer weer terug bij de livestream van Aquanovio met iSport iReport. Het is wederom graag gedaan en ik wil nogmaals benadrukken, dit gebeurt uit geheel op vrijwillige basis. Dankjewel.